Het is pure show, want de koning zelf die gaat natuurlijk zelf niet dat hij samen nee. Aan nee, maar het wel. Nee. insectenburgers eten, die eet gewoon een lekker stukje vlees. Ook het World Economic Forum, die propageren daar dat we allemaal een eiwittransitie moeten ondergaan, dat we allemaal insecten moeten gaan eten. Maar als we dan kijken naar de menukaart van die bijeenkomst van het World Economic Forum, daar staat gewoon wagyu biefstuk op, een lekker stukje vlees. Lekker man. Terwijl ze propageren dat wij insecten moeten eten. Nee, wij mogen niet meer sporten, we mogen niet meer naar de fitness, slecht voor ons hart, we mogen niet meer in de zon komen, daar krijgen we kanker van, we mogen geen vlees meer eten. Wij we moeten dat allemaal doen. En zelf wel een lekker stukje wagyu beef. Je hebt gezegd, op het menu staat een lekker stuk biefstuk. Maar ondertussen schrijft het World Economic Forum. Dat is een artikel uit 2021. Why we need to give insects the role they deserve in our food systems. Dus we moeten insecten de rol geven die ze verdienen. In ons voedselsysteem. Dus ze propageren het gewoon, Elze. Ja, ja. ja die, die, die werken heel nauw samen met de VN. En de VEF is de bedrijvenclub erbij. En de VN die heeft al die NGO's onder zich. En die werken dan samen met de universiteiten um, om, om dat op de markt te brengen. Wij kunnen daar nu wel mee lachen, maar het perverse, het erge eraan is dat onze tegenstanders die geloven in de maakbare mens, dat is het fundamentele verschil tussen hen en tussen wij, toch eerder conservatieven, zij richten zich doelbewust bij die transities op kinderen. Kijk maar naar de genderideologie, die wordt hoofdzakelijk onderwezen aan kinderen die nog maakbaar, nog kneedbaar zijn. Kijk ook naar die eiwittransitie. Men gaat op de scholen langs met kleine zakjes met krekelchips in om de kinderen inderdaad al eraan te laten gewennen. Om die walgingsreflex weg te nemen, richten zij, zij die geloven in de maakbare mens zich vooral op kinderen en dat is wel heel pervers.